Namens Slagwerkkrant, Interface, Music Maker en natuurlijk Ableton heet ik jullie allemaal van harte welkom op de derde Hybrid Drums Experience 2021. We hadden dit graag georganiseerd voor een bomvolle zaal, maar dat zat er helaas nog net even niet in. Dat betekent niet dat je thuis passief achterover hoeft te gaan zitten. Je kunt actief deelnemen in onze groepschat en daar vragen in stellen. Na elke performance is het 10 minuten paneltijd en gaan we de leukste vragen eruit kiezen. En die gaan we samen met de drummer bespreken. En als het echt technische vragen zijn, hebben wij hier een paar zwaargewichten van Ableton zelf in huis. En dan gaan we jullie maximaal proberen te helpen. Top, maar dat is nog niet alles. Want vanavond is er een te gekke giveaway. Ableton geeft namelijk Ableton Live Suite 11. Dat is de grootste versie van het programma. Helemaal te gek. Die wil je winnen. Die wordt vandaag weggegeven. En je kunt daaraan meedoen. Hoe doe je dat? In de chat typ je met hoofdletters Ableton Live 11. Hoofdletters Ableton Live 11. Typ je in de chat. Aan het eind van de avond gaan we de gelukkige winnaar trekken. En daar wil je natuurlijk graag aan meedoen. Goed, terug in de tijd. Op 10 maart 2020 zat ik hier in dezezelfde plaats te kijken naar muzikaal en ritmisch, elektronisch toverwerk. Van Claudio Anduini, van Stefan Kruger, van Remy Lau en van Jordi Geunjes. Ik was helemaal om. Ik was binnen eigenlijk een paar minuten verliefd op Ableton en de mogelijkheden van het programma. En ik wist eigenlijk binnen 2 uur dat ik met mijn drumschool zou gaan overstappen op Ableton Live. Na wat experimenten met het overigens ook prachtige Cubase. Maar ook voor leraren, en dat is gelijk mijn tip voor vanavond. Als je les geeft, drumles, gitaarles, basles, ga dan zeker ook Ableton checken. Want je kunt binnen een les van een half uur te gekke dingetjes maken waar je met je leerling mee kunt werken. Met name de kids ook vinden dat helemaal te gek. Goed, 14 maanden geleden dus zaten we hier ook. En toen was alles nog zoals we dachten dat het normaal was. Oké, je moest een beetje voorzichtig zijn met kuchen, met hoesten. Maar we zaten gewoon schouder aan schouder en we zaten lekker te genieten van de prachtige performances. Maar eigenlijk was een paar dagen later alles totaal anders. En er zijn meer dingen helaas ook ten nadele veranderd. Want vorig jaar stond op deze plaats Oscar Kraal. En die presenteerde op zijn hele eigen relaxte manier, kundig, deze hele avond. Maar helaas hebben we eigenlijk nog maar kort geleden afscheid moeten nemen van Oscar. En dat was een mokerslag in de muziekwereld, mokerslag in de drumwereld. En ik stel daarom voor dat we deze avond opdragen aan Oscar Kraal. En we hebben de 4 drummers van vanavond bereid gevonden om een klein eerbetoon te gaan brengen aan Oscar. En dat zijn vanavond Joost Wesseling, Raymond Hubert, Joris Feiertag en Robert Biesewig. Met een klein stukje uit Paradiddle Johnny. Take it away, guys. Voor Oscar Kraal dus. Oké. Oscar zou niet willen dat we er een droevig feestje van zouden maken vanavond. En dat doen we ook niet. We hebben ook goed nieuws. En dat goede nieuws is dat we vanavond 4 te gekke drummers op het podium hebben. Die allemaal in totaal verschillende acts spelen. Maar ze hebben 1 ding gemeen. Op het podium combineren ze akoestische drums met elektronica. En natuurlijk bijna altijd ook met Ableton Live. Dat is helemaal te gek. En voor degene die hier als totale beginner naar kijken, en dat was ik zelf een jaar geleden ook nog, zal ik heel kort uitleggen wat Ableton is. Ableton is een opnameprogramma, eigenlijk een complete opnamestudio in je computer. Daar kun je
ja, alles wat je wilt in opnemen, je kunt erin samplen. Maar het mooie van Ableton is dat je het ook mee het podium op kunt nemen. En dat gebeurt op dit moment bij heel veel live bands. Je kunt op die manier dingen laten afspelen die je met de band zelf eventjes niet kunt brengen. Bijvoorbeeld strijkers, koortjes, blazers, geluidseffecten, lichteffecten, video-effecten. Je kan er eigenlijk alles mee doen op het podium. En het mooie is dat je op het podium geen slaaf bent van het programma. Want je kunt ter plekke stukjes bijmaken, stukjes weghalen, nummers invoegen, nummers ertussen uithalen in je set. En sinds de uitkomst van Ableton Live 11, en dat is eigenlijk pas net uit, kan het programma zelfs het tempo van de drummer volgen. Dus wil je een beetje vertragen of wil je een beetje versnellen, dan gaat Ableton gewoon met je mee in tempo. En daarmee is Ableton bijna een soort bandlid geworden. En daar gaan we vanavond het zeker ook nog over hebben. Oké. We gaan de avond goed proberen op te bouwen. We gaan 4 blokken doen van ongeveer een half uur. De drummer speelt en vertelt ongeveer 20 minuten. Daarna hebben we hier 10 minuten een panel met de drummer en de specialist. En gaan we proberen wat vragen te beantwoorden. Daarna gaan we naar de volgende drummer. Aan het eind van de avond dus komen we terug op die giveaway. Ik zeg het nog maar een keer. Ableton Live 11 in hoofdletters. Typ het in de chat. En jij maakt gewoon kans om dat programma te winnen. Oké, genoeg gepraat. We gaan over naar onze eerste drummer van vanavond. En dat is... Ik heb bijna de verkeerde volgorde. Maar dat is Raymond Hubert. En Raymond Hubert kan je kennen van Caro Emerald, de gekke act. En hij gaat zelf meer vertellen over zijn werkwijze. Over naar Raymond. En we zijn vertrokken. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Raymond Hubert. En voordat ik begin, allereerst 1000 maal dank aan Slagwerkkrant en Ableton voor de uitnodiging vanavond om een klein kijkje in mijn keuken als drummer, muzikant, Ableton operator, sample man. Ik weet niet welke term ik allemaal voorbij heb horen komen in de afgelopen jaren. Maar om daar een klein kijkje te mogen geven. Zoals jullie hoorden, mensen kunnen mij kennen van mijn werk bij Caro Emerald. Waar ik sinds 2015 werkzaam ben als drummer, Ableton operator. En ik heb ook een tijdje als een soort van vervanging van de DJ gewerkt. Ken je me daar niet van, dan kun je me misschien kennen van mijn werk bij Ladies of Soul. Waar ik vanaf het eerste uur eigenlijk de backing tracks doe en het hele Ableton verhaal regel. Voordat ik daar ietsjes meer over ga vertellen, leek het me leuk om een heel klein introotje te maken over hoe ik verzeild ben geraakt in de elektronica. En dat is als volgt gegaan. Ik ben in 2008 gaan studeren hier in Amsterdam aan het conservatorium. En daar ging ik heen met een soort van wilde droom van... Ik ga wel eens even de beste drummer van Nederland of weet ik veel worden. En die droom werd eigenlijk al heel snel, die werd al heel snel heel vaag. Want ik zag ieder jaar onwijze kwaliteit afstuderen. En ik dacht, ja, ik moet toch iets gaan vinden wat mij gaat onderscheiden. Waardoor ik straks, als ik klaar ben, werk ga krijgen. Nou, dat onderscheiden is gelukt. Ik ben echt de elektronica ingedoken. Logic eigenlijk zo'n beetje verwijderd van mijn laptop.
En ik mag het eigenlijk niet hardop zeggen, maar een kraakje van Ableton geïnstalleerd. Ik heb nu inmiddels alles licensed werken, dus don't worry. En eigenlijk 2 jaar nadat ik afgestudeerd was, belde Alvin Lewis mij met de vraag, jij weet toch veel van Ableton? En met een heel klein beetje bluff zei ik, ja, ik weet heel veel van Ableton. En ik wist eigenlijk niet zo heel veel van Ableton, maar ik was super benieuwd waar hij me voor nodig had. En dat was de eerste editie van Ladies of Soul. En daar gingen we, ik tenminste, met een kleine knoop in mijn maag voor aan de slag en voorbereiden. En misschien is het even tof als we nu kunnen switchen naar, naar mijn laptopscherm. Kan dat? Ja, te gek. Nou, ik heb hier eventjes een klein stukje, de finale medley, heb ik hier openstaan. Van het laatste jaar. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik ging een beetje graven. En de eerste editie naast deze is wel een heel groot verschil. Want wij begonnen die eerste editie met een met eigenlijk de simpelheid van Ableton. Namelijk klik, count in, backing track. Gewoon wat mee moest lopen, dat liep mee. En dat is wat we eigenlijk deden. Waren het niet dat Ableton veel meer kan. En ik ben een zekere Harry en ik wil het liefst niks veranderen. Maar Alvin die wist mij ieder jaar weer een deeltje te geven. Nee, nu gaan we dit erbij doen, nu kunnen we, oh ja, we kunnen ook met MIDI en bla bla bla. Nou, daar ieder jaar ingedoken tot we bij dit project zijn gekomen. Ik loop daar even heel kort doorheen. En daarna zal ik even een klein videootje laten zien waarin ik AB tussen Ableton Audio en Show Audio, zodat ja, je een beeld krijgt van wat er meeloopt tijdens zo'n gig. Nou, het hele linkerdeel van dit scherm is niks meer dan clicks en count-ins. En waarom zoveel? We hebben gewoon heel veel gastartiesten tijdens een show. Iedereen heeft een eigen kliklijntje. We hebben tonale kliks, zodat als een van die dames a cappella moet inzetten, dat die gelijk in de juiste toonsoort inzet. Nou, dat is eigenlijk de eerste helft. Hele hoop romslomp, maar wel heel fijn om dat zo te hebben. Tweede deel, is vanaf die paarse, waar het woordje beat staat, daar zitten eigenlijk heel goed geordend die backing tracks. En dat proberen we altijd zo steady en veilig mogelijk te houden. Dus goed geordend, mooi overzichtelijk. Ik hou er ook nooit zo van om die helemaal uit te klappen. Als het staat, staat het, niet meer aankomen. Dan kom ik bij de total mix. Nou, die total mix is eigenlijk de grote baas van het hele verhaal. Wat daarin staat is eigenlijk de arrangement audio, zoals wij die, of nee, niet zoals wij die, maar zoals die ieder jaar gemaakt wordt. En die knippen we eigenlijk sync op de backing tracks. En op het moment dat je in een repetitie zit en mensen zeggen, oh ja, hoe zat dat partijtje ook alweer daar? Of hoe deden we die overgang bij die track ook alweer? Dan heb ik altijd de arrangement audio klaarstaan om even mee te laten lopen. Daarnaast is die Total Mix ook de baas. Want daar staat mijn follow plugin op. En een follow plugin, dat is een Max for Life dingetje. En daarmee kan ik eigenlijk het gedrag van mijn project controleren. Nou, in dit geval staat er letterlijk clip end, next. Dat wil zeggen, zodra clipje A is afgelopen, gaan we naar de volgende regel. Het komt ook wel eens voor dat je het verzoek krijgt, joh, kunnen wij in medley 3... liedje 4, kunnen wij die even loopen? Dan kunnen we een grooveje zoeken. En nou, dan heb ik dat heel snel gefixt door middel van die follow plugin. Dus dat is eigenlijk de grote chef van mijn project. Daarnaast hebben we de live sign. En de live sign zal ik ook even kort toelichten. Wij begonnen met een redundant systeem. 2 laptops, 2 Motus en een radial switch ertussen. Want het was super belangrijk dat we altijd konden switchen op het moment dat het misging. Nou, op een gegeven moment kwam iConnectivity met een interface uit. De Play Audio. En die, daarmee konden we eigenlijk in een halve uur ruimte 2 laptops aansluiten en 12 signalen uitsturen, 12 kanalen. Dat was super fijn en super compact. En daarnaast ook nog eens super stabiel. Dus ja, dat werkte onwijs fijn. En we zijn eigenlijk nooit gestopt met die interfaces gebruiken. Nou, die live sign, die stuurt eigenlijk de hele show door een steady signaaltje uit. En als die
wordt onderbroken op wat voor manier dan ook, dan switcht mijn interface automatisch van laptop A naar laptop B. En dat gaat echt naadloos. Daar hoor je helemaal niks van. Het komt helaas niet zo heel veel voor dat die moet switchen. Ik zal zo vertellen waarom. Daarnaast komt het grote MIDI-verhaal. En dat was wel heel erg te gek. Helemaal in die laatste editie. Je ziet Alvin MIDI staan, Rory MIDI enzovoorts. Wat we op een gegeven moment hadden we het systeem zo staan dat we de pedalboards van de gitaristen, het Sint-eiland van Patrick, de SPD van Joost in sync mee hadden lopen met die hele show. Je moet je voorstellen, dit is de finale medley en dat is een van de 8-9 medleys die gespeeld worden op zo'n avond. Ik geloof dat het record op iets van 100 verschillende tracks tijdens zo'n gig staat, als ik me niet vergis. Dus daar gebeurt echt onwijs veel. Nou, op het moment dat wij met MIDI al die sounds kunnen meelaten switchen, is dat voor die boys op het podium natuurlijk een super fijn iets. Totdat op een gegeven moment de monitorman ook naar mij toe komt en zegt, ja, mijn tafel heeft ook een MIDI in, kan die daar ook aan? Dan zeg je maar met een beetje pijn in je hart natuurlijk, want het is best wel een pikkel om die om dat helemaal sync te krijgen en al die scenes te programmeren. Maar goed, dat doe je toch. Afijn, lang verhaal kort. Om een beeldje te geven van wat er tijdens zo'n gig meeloopt. Dit is Ableton Audio. Dit loopt mee. Show audio. Ableton Audio. Wederom Ableton Audio. Show Audio. En de mooie danseres natuurlijk. Anyways, dat is eigenlijk niet het beste voorbeeld, want hier loopt heel erg veel mee. Maar dit switcht constant in zo'n show. Soms loopt er een shakertje mee en een belletje hier en een backing vocaltje daar. En soms is het letterlijk bijna complete tracks. En dan hoor ik jullie thuis denken, gaat dat wel eens mis? Ja, dat gaat wel eens mis. En dan wordt mijn avond eigenlijk pas echt heel erg leuk. Toevallig had ik het er met Robert laatst nog over. Die viel wel eens in voor Joost. Weet je, het kan zomaar zijn dat een van die dames in track 2 van die medley 4 maten te vroeg inzet. En die band gaat automatisch, logisch ook, daarmee mee. Wie is de Sjaak? Raymond Hubert met zijn laptop. Wat er dan gebeurt, is dan hoop ik dat ik goed genoeg ben voorbereid. En dat ben ik meestal wel. Zodat ik precies weet van oké, ik heb 3-4 tracks en daarna wordt die backing track echt heel erg belangrijk. Kijk, op het moment dat die backing track weg is, in een track zoals we net hoorden, ja, dan valt die hele show in duigen. Dus wat ik dan doe is, dan gaat er een telefoontje naar Joost. Ik heb altijd een talkback mic. Gelijk naar Joost en Alvin. Jongens, niet schrikken, backing track gaat er zo uit, want we lopen niet meer sync. Dan heb je geluk met een drummer als Joost, die een soort van wandelende metronoom is. Die houdt die band wel bij elkaar. En dan ga ik in de tussentijd kijken van wanneer kan ik weer via een bepaalde count in zorgen dat die backing track er weer bij komt. En meestal lukt mij dat. En als dat lukt, dan heb ik eigenlijk een topavond gehad. Klinkt heel erg raar. Het is voor mij pas heel erg leuk als het misgaat. Als mensen fouten gaan maken. Of mijn laptop een fout maakt. Dat is ook wel altijd, kan wel grappig zijn. Anyways, van Ladies of Soul maak ik het bruggetje naar Caro Emerald. En dat is voor mij best wel een logisch bruggetje. Ik ben eigenlijk vanuit de Ladies of Soul door Alvin Lewis wederom. Ik denk dat ik die binnenkort toch maar een flesje wijn moet gaan sturen. Aangedragen bij het management van Caro. Want daar waren ze ook op zoek naar een,
naar een Ableton-man. En ja, als die nog wat kon spelen, was dat ook heel fijn. En dat kon ik ook nog eens. Dus nou, daar begonnen in 2015. Heel erg veel toffe dingen meegemaakt. Ik ben eigenlijk begonnen als een soort van vliegende kiep. Oh ja, hier heb ik ook nog... Kan die nog even naar mijn Ableton-scherm? Ja, nou, dit is eigenlijk een beetje mijn start-setup in de eerste jaren. Ik heb nog voor de grap een keer gezegd dat ik ook marimba-les heb gehad vroeger. Nou, bij thuiskomst werd er een midi-marimba gehuurd die aan Ableton gehangen. En toen kon ik dat er ook nog bij doen. En ik had een soort van sample/snare-symbol-setup die onwijs tof was. Totdat op een gegeven moment ik echt mocht gaan drummen bij de laatste 2 jaar. En toen dacht ik van, nou, nu ga ik wel even de bink uithangen achter mijn drumkitje. Want ik heb de hele tijd moeten staan. En met dat snertje kon ik ook wel, ja, kon wel wat, maar niet zo superveel. En dat was ook weer heel snel gedaan, met dat de bink uithangen. Want ik kwam erachter hoeveel er bij Caro eigenlijk mee moet lopen. Ook in de drums. Kijk, een normaliter, ik ga zo even een klein voorbeeldje spelen en dan ben ik trouwens klaar, hoor. Dus ik weet niet of er al mensen in de stress zitten qua tijd. Er liep heel veel mee. En dat moest ook mee blijven lopen. Want ik ging daar spelen met de intentie van, nou ja, het is jazzy, poppy. Nou, dat is toch gewoon beentje aftikken en gaan. Misschien dat er een klein shakertje mee moet lopen of wat dan ook. Maar dat was dus niet zo. Wat er gebeurde is, er liepen best wel veel beat dingetjes mee. En eigenlijk mijn hele droom van, ik ga met die bassist en de klik samen een besef van tijd maken, die viel eigenlijk een beetje weg. Dat besef van tijd was er al. Die beats die liepen en daar moesten we op gaan lokken. Dus af en toe is dat super moeilijk. Maar juist de afwisseling daarin, hè, want je hebt af en toe tracks waarbij ik alleen maar hoefde te samplen. Er waren tracks waarbij er wel echt alleen maar een klikje mee liep en ik lekker kon drummen. En er waren ook tracks waarbij, ik ga er nu eentje van doen, waarbij er echt wel nagenoeg volledige beats mee liepen. Ik heb hiervoor even de live stems gefixt van een show die we hebben gedaan. En nou ja, als er daarna vragen zijn, stel ze gerust. Ik vind het heel tof om mensen te kunnen helpen of dingen uit te kunnen leggen wat dat betreft. En ja, ik denk dat daarna mijn tijd erop zit. Dus als dat zo is, dan zie ik jullie zo in het panel. I'm
Oké, dat was Raymond Hubert met een swingende bijdrage van Carol Emerald. En Raymond komt nu naar de tafel en ondertussen zitten wij klaar om de eerste vragen te beantwoorden. Meteen een hele leuke vraag die binnenkwam is, waarom schrijft iedereen Ableton Live 11 op het scherm? Oh, die is misschien iets later ingestapt, maar Ableton Live 11, als je dat intypt, ding je mee naar die fantastische giveaway waarbij je Ableton Live 11 kunt winnen, de volledige suite. Inmiddels is Raymond aangeschoven bij mij hier aan tafel. En één vraag die ik al gelijk heb, is de drumsounds die je bij de afgelopen act hebt, komen die ook uit Ableton? Of wordt alles getriggerd? Of horen we ook nog akoestisch drumstel? Wat Melo bedoel je? Nou, gewoon jouw sound uit de drums. Die zijn is alle volledig trommels getriggerd? Of... Nee, die is helemaal akoestisch. Daar zit, de enige triggers die ik eigenlijk gebruik zitten in die SPD-S die je daar ziet. Dus er loopt wel heel veel elektronische drums mee. En dat is eigenlijk een beetje aan mij dan om daar op te gaan lokken. En het is best in die recht toe recht aanbied best wel lastig om daar op te gaan zitten. Maar nee, wat je van mij hoort is puur akoestisch met een paar triggertjes uit de SPD. Oké. Bij The Ladies of Soul zag ik ook visuals op de achtergrond. Worden die bij jullie daar aangestuurd vanuit Ableton Live? Of wordt dat apart gedaan? Soms wel. Ik weet dat Remy het over Santi heeft gehad. Dus ik denk, ik laat die eventjes varen voor vandaag. Maar we hebben wel ik heb altijd een Santi-spoor. En die loopt niet altijd mee. Maar bij echt die strak getimede dingen zoals je net zag, dat hij op een klikje moet overgaan, dan gebruiken wij Semti, een Semti-lijntje naar de boys voor het licht en de visuals. Ja. Oké, misschien even voor de dummies onder ons, zoals ik een jaar geleden ook was. Semti, ja leuk, maar wat is dat? Laten we even naar de technicus aan tafel gaan, want die kan ons vast eventjes in één zin vertellen wat Semti precies betekent. Semti, het is een soort van digitale tijdcode eigenlijk, waardoor je dus inderdaad digitale apparatuur kan synken aan een binnenkomend signaal. Dus inderdaad zo'n lichttafel of een videotafel, die leg ik het goed uit. Het is echt een klote geluid ook. Die Semti altijd. Ja, oh nee, je wil het niet horen inderdaad. Nee. Nee, Semti maakt inderdaad dus geluid, dames en heren. Jawel. Ja, het is gewoon een heel simpel geluid. Inderdaad, zijn eigenlijk piepjes heel snel achter elkaar. En aan de hand daarvan kan een computer heel makkelijk aflezen hoe snel het tempo gaat bijvoorbeeld. Of, alsof je tijdens het spelen een fax binnenkrijgt, ja, zeg maar. Ja, in feite wel. Oké, ja, dat is lang geleden. Er is gelijk nog een vraag, een beetje daarop inhakend. Triggeren jullie wel eens video's? En zo ja, hoe? Ik trigger bij de projecten die ik net heb laten zien eigenlijk nooit video's. Wat ik wel eens heb gedaan is... nee, dat heeft ook niet met videotriggering te maken. Dat heeft met, ik heb een elektronisch project, Heights heet dat. En daar hebben we wel eens geëxperimenteerd met het
Het sturen van MIDI-notes die ik dan drumde naar de VJ waar dan effecten op losgingen. Okay. Om het even kort en bondig uit te leggen. Maar ja, echt video's triggeren om daar een duidelijk antwoord op te geven? Nee. Oké. Okay. Ja. Kun jij kort uitleggen hoe je video kunt triggeren in Ableton? Zit dat gewoon rechtstreeks in het programma of hebben we dan een plugin nodig? Dan heb je inderdaad een extensie nodig, inderdaad. En de eerste waar ik aan denk, dat zijn dan VideoSync en EvoSuite. Dat zijn twee extensies die je daarvoor zou kunnen gebruiken. En dat integreert eigenlijk allebei met Ableton Live. Dan heb je een videosampler die je in een drumrack zou kunnen gooien. En op die manier kun je dus video's eigenlijk combineren met audio. En die dus eventueel triggeren met, als drummer of toetsenist, wat je wil. De volgende vraag, en de laatste vraag ook gelijk, zit een beetje in diezelfde buurt. Kun je met Ableton Live ook een lichtshow aansturen? Ja, dat kan. Gaat dat ook via die SMPTE-code? Zendt Ableton dan een code uit? Er zijn zoveel mogelijkheden daarin, maar je zou het in principe ook allemaal vanuit Live alleen kunnen doen. Wederom wel met een extensie. Eentje die ik toevallig ken is Beam. Maar je hebt ook DMX ES, die sommige mensen gebruiken, weet ik. Maar Beam is van ShowSync, weet ik trouwens. Want ik werk daar toevallig. Dat is heel toevallig. Maar nee, dan kun je inderdaad vanuit Ableton Live heel makkelijk lampen aansturen. Maar ja, over het algemeen, zeker met grotere shows, wordt dat niet zozeer gedaan. Dan zit er toch nog wel ergens iemand met een lichttafel, volgens mij. Ja, ik wou zeggen, want anders is de geluidsman wellicht werkloos geworden, of niet? De geluidsman sowieso. De lichtman. Ja, dat ligt eraan aan hoe de show wordt ingericht. En dat is helemaal vrij. Dat is het leuke tegenwoordig. Er zijn wel acts die het allemaal een soort van op het podium doen, toch? Ik bedoel, ja, sure. Volgens mij Nobody Beats the Drum vroeger was wel een act die dat daar best wel... Of Noisia volgens mij ook. Ja, klopt, ja. Dus er zijn wel acts die een soort van Ableton echt ook in hun lichtplan heel erg betrekken. En daarmee een soort van eigenlijk alles op het podium, dat alles op het podium gebeurt. Ja. Dus ook dat kan in Ableton, ja. Ja. Het is wel te gek, hoor. Oké. Nou, tof. Mannen, bedankt voor het beantwoorden van de vragen. Graag gedaan. We zijn onderaan de vragenlijst gekomen en dat betekent...